Maar jullie gaan kamperen! Dat afschuwelijk. Ik voel me een stuk zelfverzekerder. Ik zie het ook aan je. Ja, je tikt nu wel even iets aan wat ik eigenlijk best wel heel ingewikkeld vind. Hallo, hallo. Heerlijk. Nou, wat een heerlijk bescheiden optrekje. Ja, echt. Nou, hij liever. Ik vind het zin. Oh, wat gezellig. Gaat het? Ja, goed. Hey. Hallo. Welkom, jongens. Ja, wat is het een heerlijke plek, jongens. Toch, hè? Ook. Ken me. Ja. Hoe zijn jullie met hoogtes? Oh, je begint gelijk. Ja, wel goed. Ik denk, we moeten gewoon doorpakken. Ja, goed. Ja, hoogtes. Je hebt een beetje angst, hè? Ja. Nou ja, ik heb niet per se hoogtevrees, maar dieptes vind ik ingewikkeld. En het verschil daarin is? Dieptevrees, ja. Nee, ik ben een keer in paniek geschoten toen ik ergens naar beneden moest afzeilen. Dat was ook toevallig hier in de buurt. Ik hoop niet dat we dat gaan doen. Zal ik eerst even jullie kamers laten zien? Mogen jullie daarna even omkleden? Maar wat doen we aan dan? Doen we iets? Je mag gewoon iets gezelligs aan. Oké, dus ik hoef geen sportkleding. Nee. Maar dan gaan we niet afzijgen. Laat de camera lekker zien. Lief. Nou, kom verder. Ja, grazie mille. Wat is de eerste indruk van het huis? Ja, het is mooi. Veel. Ja, nou, veel. Je kan nooit genoeg beelden hebben. Oh, wat mooi. Kom binnen. Lois, dit is jouw kamer. Oh, ik heb de waakhonden bij me. Maar ja. De honden zijn dood. Hey, die waakhonden. Die ga ik echt onderhouden. Je waakhonden aan de speed. Ja, die vind ik... Die vind ik heel eng. Oh, wat liever, dat zou je lekker slapen. Ja. He, ze wordt over je gewaakt. Weet je wie dit is? Ja, Maria. Kleed je lekker om. Samen. Trek wat gezelligs aan. Doe je best. Ja. Doe je best. Doe dat maar. En dan zie ik je zo beneden, goed? Ja, joejoe. Wauw. Dit is een kamer. Hoe zou je het omschrijven, het interieur? Circus meets Italië. Maar dit is toch een heerlijke kamer. Kijk of de badkamer ook zo lekker subtiel is. Oh, die is dan maar eigenlijk een beetje saai. Oh, en een zwembad. Ja. Hou je van zwemmen? Nee. Nee? Nee, ik hou niet van zwemmen. Waarom niet dan? Ja. Vies. Vies, ja. Maar ik hou hem heel goed schoon. Ja, hou je hem goed schoon? Ja, ik doe dat elke ochtend eventjes. Dan ga ik even doorheen. Nou, het onderzoek is gebleken dat er in een zwembad 70 verschillende soorten urine zitten. Hè? Dus ja... Maar goed, lekker zwemmen, joh. Ja, kun jou het schelen. Kleed je lekker om, trek iets gezelligs aan. Iets gezelligs. Eigen interpretatie van gezellig. Kan het vies worden, nat? Nee, het wordt niet vies en nat. Nou, dat vind ik jammer. Maar goed, misschien morgen. Misschien morgen. Morgen weer een dag. Nou, gezellig. Ik zie je zo beneden. Ja, top. Hoor je dit? Even niks. Dat is lekker. Nou, Ik vind dit een heel eng stuk. Ja. Tussen die pilaren door. Sorry. Ja. Tien voor twee. Tien al. Lekker beide handjes aan het stuur. Nee, je rijdt hartstikke goed. Nee, maar echt. Dat ben ik niet gek. Wat was hiervoor dat jullie elkaar vanochtend ontmoetten op Schiphol? Wat was het beeld van elkaar? Ik zit ook gewoon daar links en rechts. Ja, ik ook. Ik ben met je mee aan het rijden. Dat is heel erg. Ja, dat is heel erg. Sorry, wordt het heel voor mij opgewekt, positief. Zijn ze mijn doodsangst in de ogen? Nee, opgewekt, positief. En heel lief en zachtaardig. Wat ken je daar? daar herken ik me zeker wel in. Ja. Zachtaardig? Ja, ik ben wel een zachtaardige jongen, ja. Gevoelig. Ja, heel gevoelig, ja. Dan heb je misschien soms wel een moeilijk beroep gekozen, dit vak. Ja, want je wordt op alle kanten wel bekritiseerd. Ja. Uiterlijk, op je doen, op je kunnen. Weet je, je moet weer auditeren. Het is toch ook een vleeskeuring. Het is, ja, nee. Je wordt... Nee, wat dat betreft, maar het heeft me daardoor ook verzekerder gemaakt. En dat mes snijdt dan wel een beetje aan beide kanten. Denk je soms dan dat gay zijn je werkcarrière heeft beïnvloed? Eigenlijk nadat ik een beetje uit de kast kwam. Ja, eerst kwam Zoep en dat was dan niet echt, dat was geen gay rol. Maar daarna werd ik alleen maar nog gevraagd voor homorollen.
vanaf het moment dat jij publieke lem ervoor uitkwam. Ja. Die heb ik wel in alle kleuren en, gespeeld. En toen heb ik wel een keer aangegeven van nou, dit hoeft voor mij niet meer. Al die stereotype rollen, ja, wel gedaan. Sta ik eigenlijk ook helemaal niet meer achter. En ik vind het ook niet goed. Ja, dan, dat was ook wel een beetje het einde. Dan, ja, dan word je ook gewoon niet meer echt gebeld. Ook voor andere dingen. Ja, dat is altijd wel een beetje een struggle geweest. Ook qua werk. Van ja, god, hoe ga ik me opstellen? Ga ik me toch een beetje anders voordoen? Dus wat mannelijker, wat stoerder. Want hè, dat men vindt dat misschien toch verwijfd op tv. Daar vinden mensen heel veel van. Dus ja, die bent constant toch een beetje jezelf een beetje aan het aanpassen. En dat is eigenlijk heel jammer, want daarna ja, dan kom je toch nooit echt tot je eigen kern of zo, heb ik het idee. Heb je dat nu nog steeds? Ja. Ja? Ja, zeker. Dat je nog steeds eigenlijk dus een beetje aan het schommelen bent met je identiteit publiekelijk. Ja. Stom, hè? Dat is echt, jeetje, bij 45 uur laat het ook gewoon een beetje los. Nou, ik vind dat dus inderdaad wel een ding. Dat ik denk, ik ben 28 en ik herken zoveel dingen die je zegt, dan denk ik ook. Maar op 45 is het nog steeds. Ik had echt gehoopt straks van mijn 35 is het wel een keertje klaar. Ja, dat is altijd een thema. Ja, en het zal zo lang. Oef. Nou, ze hebben haai het al. We hoeven er bijna niet meer over na te denken. Nee, bijna de keuze voor ons allemaal gemaakt. Oh, jongens, die keuze. Zet het maar gauw uit je hoofd. Ja, het wordt toch echt al geswingd. Het is klaar. Jullie zitten wel net in iets te ontspannen hoek. Oh. Wat is dit, Rob? Oh, een helikopter. Nee. Ja, ik zie toch een helikopter? We gaan een helikopter. Ja! Oh, dat vind ik echt heel vet. Echt? Nou. Oh my god, ik heb nog nooit in een helikopter gezeten. Jij wel? Ja. Jij ook. Oh, Rob. Dat is een heel kleintje. Heb je ooit een helikopter gezeten, Rob? Ja. Oh, dit is zo cool, Rob. Nee, gaan we dit echt doen? Ja, we gaan het echt doen, Pet. Ja, dit is fantastisch. Dat hebben we nog nooit gedaan. Ik nee? Zo cool. Nee, ik vind het echt heel cool. Goed. Dit is echt heel cool. Oh, Rob, ik vind het heel vet. Tof, hè? Ja, dit is echt cool. Plus? Oh. Ik vind het nu spannend. Ja. Nee. Ja? Ja? Nou, weet je, maar gewoon excited, spannend. Ik heb het een helikopter. Ik heb een helikopter. En dan heb je de loopt hier zo helikopter mee. Het is natuurlijk ook prachtig. Die zon gaat onder. En dan hier door deze die bergen. Ja, dat Oh, nu vind ik het opeens spannend. Oh nee, ik vind het heel leuk. Ja. Ik vond het nog een uitdaging, leuk. Ik denk van binnen. Het is ook wel een moment dat ik bij mezelf heb. Wat maar lekker. Dank je wel dat we dit mee mogen maken. Ik ben heel blij. Oh, naar de haven. Oh, wat spannend. Oh, vind ik wel wat spannend. Oh, dat lijkt me een achtbaan. Dit was wel heel kijk, hè? Dit was fantastisch. Nou, ik vond die vrije val wel een beetje intens. Snap ik. Jij ook? Ja. Ja, ik vond het echt vet. Thanks dat we dit mochten doen. Nee, ik ben heel blij om dit met jullie te doen. Ik vind het een mooie start van hopelijk 3 hele fijne dagen. Zullen wij lekker een borrel gaan drinken? Sounds like a plan. Ik niks. Ik weet jullie twee. Ik denk dat... Andiamo. Andiamo.
Oké, lieve mensen, waar gaan we op proosten? Op onze trip. Pont. Oh, ja. En gewoon op de liefde. In breedste zin van het woord. Ja. Doen we. Oké, proost. Cheers. Jij bent heel gelukkig in de liefde, toch? Ja, zeker. Ja, ja, zo'n 2,5 jaar bijna. Het ja. was een coronaliefde, toch? Ja. Yeah. Ja, het was... We zaten in een lockdown. En ik dacht, ja, ik verveel me. Ik ga gewoon Tinder op mijn telefoon zetten. We hebben lekker gaan swipen. Toen zag ik opeens een hele knappe gast op een fiets met een stokbrood onder zijn arm. Toen dacht ik, oh, leuk. Yeah. Dat was de match. En, nou ja, zo gezien eigenlijk. En jij, Lois? Jij bent ook nu, hoe lang samen? 2 jaar, ja. En jij wilde graag een relatie. Ja, en dat klinkt vaak heel wanhopig. Want als je zegt van, oh, ik wil graag een relatie, dan is dat alsof je heel wanhopig. En dat was ik absoluut niet. Maar het leek me zo leuk om een keer mee te maken. En ik weet nog, wij hebben die gesprekken ook vaker gehad, gewoon privé. Dat jij best wel een angst gehad of er iemand zou zijn voor jou. Absoluut. Ik heb altijd wel gedacht van, oh, is er iemand die mij kan accepteren? Is er iemand die mijn verhaal kan accepteren? Privé ook, dat ik altijd hoopte dat iemand voor mij zou gaan, ondanks het transgender verhaal, of misschien wel juist met het transgender verhaal. Ja. En dat kon accepteren, dus ik heb dat heel spannend gevonden, ja. Vond ik heel moeilijk om liefde toe te laten, omdat ik mezelf heel erg aan het beschermen was. Hoe graag ik het ook wilde en mezelf open wilde stellen. Achteraf, als ik nu terugkijk, denk ik, ik stond helemaal niet open, want ik had echt de muur van China om me heen staan. En daar kon niemand doorheen en niemand kon me kapot krijgen. En ja, ik denk dat ik dat ook wel heel erg beschermd heb, ja. En hoe heeft Jelle die muur kapot gemaakt dan? Ik denk dat hij hem ineens kapot heeft hoeven maken. Hij was daar en voordat ik mijn muur kon optrekken, was hij eigenlijk al binnen. Ja. Hij heeft dat zo, ja... Ik weet niet, het klinkt heel cliché, maar dat was echt. Fijn, jongens. Allebei gelukkig. Ja, gelukkig. Ik ben wel gelukkig, maar wel gewoon lekker alleen. Ja, ja. Maar dat is ook belangrijk, ja. Want dat geluk hangt niet af van iemand anders. Nee, exact. Ja. Ja. Op zelfliefde. Ja, op de liefde. Liefde en op zelfliefde. Ja. Dat is een fijne eerste dag, toch? Absoluut. Heerlijk. We hebben gewoon een helikopter gezeten. Zuidron. Lekker. Oh, lekker. Dankjewel. Oh, heerlijk. Ja, er één iemand gaat vanuit slapen. Ja, onder Roberta. Ik weet ook nu wat we vandaag gaan doen. Daar ligt dan wel wat, maar we wachten wel even op. Hallo, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Oh, jij komt helemaal niet nu net je bed uit. Ben je een beetje winkelen? Ik heb lekker broodjes en soetigheidjes gehaald. Nou, wat heerlijk. Hoe hebben jullie geslapen? Heerlijk. Ja? Ja. Ja, heel goed. Heel goed. Heel goed. Lang. Hoe hoog is jullie? Ja, echt. Van alles. Ja, de schijf van 5 uur. Ja. Nee. Ja, voet komen. Tas toe. Nou, dan moet ik toch wel even de keuze maken om te zeggen. Zalig die cacaozaad, maar heerlijk die cacao. Ja, jij hoort het woord zaad en je gaat erop aan. Ga ik op aan. Hebben jullie er zin in vandaag? Ja, zeker. Ik bedoel, we hebben gisteren natuurlijk al een fantastische helikoptervlucht gehad. Het kan bijna niet nog mooier worden dan dat, denk ik. Ik heb ook geen idee wat we gaan doen oprecht niet. Maar ik weet wel dat er een kaartje op tafel ligt. Die ligt daar onder de pistachio. Dan geef ik aan een van jullie twee de eer om het kaartje te lezen. Nou, lieverd, dat is aan jou. Ik ben hartstikke dyslectisch. Buongiorno. Hopelijk hebben jullie lekker geslapen. Oh nee, dat klinkt niet goed. Nee. Ik weet ook echt niet wat we gaan doen. Nee. Ik zou maar even je bestek neerleggen. Voor de veiligheid. Nee, echt. Nee, er komt iets bij mij naar boven dat ik bijna moet huilen. Nee, er is één ding. Nou. Oh, wat dan? Wat is één ding? Er is één ding waarvan ik heb gezegd, ik doe het niet. Omhoog of laag springen. Paardrijden. Oh, nou, dan kan ik het petje in ieder geval wegleggen. Dan ga je niet huilen. Gaan we. Hopelijk hebben jullie lekker geslapen. Vanavond slapen jullie namelijk niet hier. Maar jullie gaan... kamperen! Pak je spullen maar en vergeet je wc-rol niet. Wat afstandig. Heb je wel eens gekampeerd? Nee. Echt niet? Ik vind je nou echt gekampeerd. Ja?
Ik ken je nou toch al 24 Kamperen? Nou, maar dat kan toch wel leuk zijn? Ja. Oh, nee, ik vind het wel leuk. Ik vind kamperen heel leuk. Ik deed vroeger altijd met mijn ouders. Vind je het erg, Rob? Nee, jong. Je bent met ons. Oh. Ja, dat wordt een heel leuk avontuur. Nee, dat is zeker waar. Ja. Dat is zeker waar. Een dolle pret. Nou, ik ga echt niet in een tent slapen vannacht. Doe het echt niet. Nee, ik doe het echt niet. Dat je het maar weet. Misschien is wel een glamping. Dan heb je tenten waar bedden met matrassen in staan. Dat is echt top. Nee. Waarom ben ik de enige die hierop aangaat? Nee, het wordt hartstikke leuk. En met jullie? Ik heb er zin in. Je liegt. Nee hoor. Ik sta te popelen. Andiamo. Daar gaan we. Naar de camping. Ben je klaar voor? Dit is het laatste luxe wat je gaat ervaren. Iemand die je koffer in de auto zet. Nou, zou ook uit. Van hier op je hebt je dat weer. Nou, dat was wel prettig geweest. Dat was gelijk klaar geweest. Ik ben naar het ziekenhuis geweest. Spannend is dat eerst jouw koffer erin gaat. Die is het grootste. Gaan we naar de camping. Andiamo. Woe! Woe! Oh, oh, dat zijn de tenten. Oh. Ah, oh. Ja. Luxury. Kijk, we hebben een luxury tent. Oh, we hebben een bed. Nou, het is helemaal niet warm ook. Nee, zo genieten. Nou, als dit kamperen is, vind ik het prima. Kijk eens, toiletrolletjes. Ik denk wel, het is je toiletrol onder je arm naar het toiletgebouw moet. Ik hou het op. Ik doe gewoon een leeddoek. Ik had op de Lowlands gewoon een fles. En die gooi ik dan de volgende ochtend wel leeg. Als een patent. Waarom? Ik denk, het regent. Wat doe jij? Pis jij dan straks in een fles? Ja, ik ga dan niet iedere keer helemaal naar zo'n Dixie. Gadver. En dat staat dan open ter geur in die tent? Ik doe je dopje erop draaien. Dat is ook een soort kruikje als het koud is, maar deze is niet. Je zou maar gaar terugkomen en denken, maar hoe die lekker. Die kruik was er nu niet. Ja. Jongens, ik weet niet hoe laat het is. Maakt me eigenlijk ook niet zo heel veel uit. Ik heb wel zin in een koud biertje. Ja, kunnen we wel gebruiken. Rob op de camping. Cheers. Cheers. Hé, hey, we hadden ook op kantoor kunnen zitten. Was het maar zo'n feest. Het is heel tropisch. Hoe are we kidding? Ja, daarom. Ik zie palmbomen. Dit is zo'n moment dat je ergens bent beland. En dat je jezelf allemaal positieve dingen gaat vertellen. Het is hier echt bloedstaai. Lieverd, we zijn hier nog geen 10 minuten. Ja, maar er is ook geen kip of kuiken. Nog geen paardenkop. Misschien is er een heel animatieteam. Ik zie daar een hot tub. Daar kan je lekker in. Dat vind ik lekker. Ik hoop eerder dat het dan een soort cold tub is. Nou, dat vind ik in dit weer ook niet erg. Nee, precies. Vind jij het misschien leuk zometeen om... Nee, denk ik niet. Wat? Wat? Nee. Ik zou dan zeggen dat wij gewoon lekker... misschien moeten wij gewoon lekker de camping gaan om... Je krijgt niet eens uitgesproken. Wat was het ook weer? Genieten. Hoe zeg je dat op dit soort momenten? Zullen wij zo lekker de camping gaan ontdekken? Ja. Spelletjes spelen. Leuk. En gewoon vooral genieten. Heerlijk. Met z'n drieën. Heerlijk. Cheers, jongen. Op het genieten met de hoofdletter. G. Dank je. Wat een rust. Heerlijk. Lekker, hè? Komt helemaal tot rust hier. Oh ja, kijk hier. Zit nog kleding in. Van Peter, denk ik. Misschien zit er wat leuks bij. Je kan maar 3,3 minuten douchen. Welk nummertje? Ze hebben hier gewoon toiletpapier. Ja, ik ga hier gewoon plassen, dat is echt kei nodig. Ga jij maar even plassen. Oh, we hebben toiletpapier. Eén keer. En nooit meer. Hé, maar op, valt het nou tegen of mee? Nou, het is wel schoon en netjes, toch? Absoluut. Ik heb net een servet doorgeslikt, dus ik hoop dat ik tot morgenavond niet naar het toilet hoef. Ik loop even terug naar Pat. Yo. Oh, kut. Ik had het kunnen weten. Kut. Oh, Rob. Ik had het kunnen weten. Valse vrucht dat je erop rondloopt. Niet doen. Dit pak je terug. Ik ken je.
Rotjong! Hier komen! Jij gaat echt die hot tub in en je kan het niet meer navertellen morgen. Bij afstand geven. Kijk eens. Ja. Sorry, ja, nee, dat sloeg nergens op. Beginnersfoutje. Ja. Ben je fanatiek? Nee. Nee? Ik ben wel fanatiek, ja. Anders moet je niet meedoen met een spelletje. Heb jij gesport vroeger? Ik heb wel gesport. Nou, ik heb geturnd vroeger. Echt? Ja. Ik heb gevoetbald. Dat vond ik niet zo leuk. Kon ik ook echt niet. Ik heb geen balgevoel, geen richting. Geen balgevoel? Nee. 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 Op een veld? Nee. Ha! Ha! Die kwam echt uit je tenen. Heb jij ooit iets met sport gedaan? Zeker. Ja? Ik zat op waterpolo. Oh, nou, dan pluk je nu de vruchten van, zie ik. Oh, nee! Oh! Gefeliciteerd. Dankjewel. Jeetje, ik wist niet dat je zo sportief was. En hoe ga je om met verlies? Goed. Ja? Ja. Nee, ik ben heel fanatiek met spelletjes, met alles wat ik doe. En ik vind, als je meedoet aan een spelletje, dan moet je er ook de volle 100% van gaan. En moet je ook echt willen winnen. Ja. En als je dan niet wint, ja, dat vind ik dan niet erg. Oké. Okay. Het zou vervelend zijn als je er slecht van gaat slapen. Want dat doe je toch al. Dat doe ik toch al, lieverd. Ik lig in een tent waar het 40 graden is. Zalig. Ik krijg zin in. Ja. Nee, maar dat is wel fijn. Kijk, dan ben je een winnaar. Als je dat overleeft. Als je dat overleeft. Jezus, mijn god. Oh. Jongens, ik vond het een heerlijke dag. Ik ook echt. Het was vanochtend, dat was misschien niet te zien, maar het was even schrikken. Ja? Ja. En ben je een beetje bekomen? Absoluut. Nee, ik vind het echt heel lekker. Ik heb een heerlijke dag met jullie gehad. Dus ik zeg, misschien moeten we daarop proosten. Daar ben ik alvast voor. Ja? Ja. En hier, de eer is aan jou. Maak ik jou blij met een lekker koud Italiaans Peronietje. Smarte wens. Ja? Ja. Absoluut. Dit moment wel. We sluiten in stijl af op een stijlvolle plek. Dankjewel. Dat is voor vandaag. Jij bedankt. Jij bedankt. Je gaat hier nog van houden. Nou ja, dat idee van die leuke jongen hier op de camping, dat is er nog steeds. Daten. Daten op de camping. Is dit niet een leuk programma voor jou? The Bachelor, maar dan op de camping. Ik heb een slok binnengekregen. Nou, wie lag het niet? Doe maar spoelen. Ja, maar je weet niet hoe lang het water er al in zit. Ja, dan ga jij ook een hap nemen. Bah, moet je niet doen. Dat wordt druk vandaag op het toilet. Moet het zo ver lopen. Verblijd ik jullie met wat extra luxe. Misschien? Ik heb maskertjes. Oh, dat is lekker. Ja? Kijk eens, ik heb de keuze uit Nutribom. Vanaf 45 jaar. Oh, nou, geef maar. Maar ik vraag me af, als jij met je handen die je uit het water haalt, een masker bij mij gaat aanbrengen, of dat bevorderlijk is. Ja, maar ik doe het heel voorzichtig met mijn nagels, hè. Ik zit er niet overheen met mijn klauwtjes. Ja. Lukt het niet? Oké, kom. Ik ga het even opbouwen. Okay. Wacht. Nou, schat. Nooit zo knap. Jeetje, het haalt jou helemaal op, hè. Het is grappig wat dat doet, hè, met die mensen. Ja. Maar een stuk zelfverzekerder zo. Ik zie het ook aan je. Mm-hmm. Ja, ik kan niet zien natuurlijk een beetje. Zit hij al op? Ja. Mooi, schat. God, doet het ook echt iets met jou, zie ik. Jullie mogen je zo lekker gaan omkleden. Mm. En dan gaan we zo open kaart met elkaar spelen. Oh, leuk. Ja. Ik kan het niet meer serieus nemen. Met dit masker op. Ja. Nou, leuk. Doen we. Maar, ja, nee. Helemaal goed. Lekker. Ja? Ja. Kunnen we nog heel eventjes? Jij mag nog best een paar telletjes blijven zitten. Het is ook een pittige dag geweest. Ook jouw woensdag. Hoop indrukken. Hoop nieuwe indrukken. Ja. Ervaring ook. En dat badminton, dat zit me nog steeds niet lekker. Nee.
Wauw. Dit is wat je denkt als je camping in Italië ging. Wel, hè? Toch? Ja. Nou, ik ben op veel campings geweest, maar zo gezellig als deze. Echt. Leuk, jongens. Mooi. Dat voor een camping, jongen. Hè? Maar nou, ook op kantoor kunnen zitten. Er liggen hier een aantal kaartjes. Ik zag ze al. Je zag ze al. We zitten nu in de Pride Week. Dus er zullen een aantal kaartjes een beetje gefocust op Pride zijn. Dat heb ik mij laten vertellen. Ja. Ik begin zo. En we mogen elkaar ons de beurt een vraag gaan stellen. Oké. Nou, kom maar op. Ja? Bring it on, darling. Loisa. Robert. Waar denk jij aan als je Pride hoort? Oh, daar gaat er eigenlijk heel veel door mijn hoofd. Maar ik denk vooral aan het eerste gevoel dat hem opkomt is samen zijn. Is samen staan voor iets waar we toch wel een klein beetje voor vechten, denk ik. En voor emancipatie en voor rechten. En dat gezegd hebben we ook gelijk een soort liefde of zo. Een community, iets waar we samen voor staan. Het brengt ook heel veel liefde in me naar boven. Want ik denk aan Pride. Aan, ja, het is gewoon onze maand. En niet alleen maar vechten en moeten en ook echt de liefde met elkaar hebben en vinden en dat over willen brengen op mensen, denk ik. Ja. Ja. Trots. Mega. Is dat iets wat jij voelt? Ja. Ja. Ja, het is niet altijd zo geweest, moet ik zeggen. Ik heb het ook echt van een tijdje wat moeilijker gevonden. Ook omdat ik dacht, ik wil hier gewoon vanaf en ik wil niet het label en laat mij gewoon lekker zijn wie ik ben en het hoeft voor mij allemaal niet zo. En ik doe lekker mijn ding. En wat bedoel je dan precies met het hoeft voor mij allemaal niet zo? Ik hoef dat label niet? Nou, ik wilde, laat maar zeggen, meer de anonimiteit in. Dus mijn verhaal laten. En niet met dat label leven of zo. Ik vond dat heel spannend en heel moeilijk. Omdat ik bang was dat het me in een bepaalde hoek zou duwen. En waar ik niet meer uit zou kunnen komen. En uiteindelijk heb ik natuurlijk aan Holland's Next meegedaan. En toen kwam het verhaal wel naar buiten en ik merkte dat in plaats van juist in een hoek duwen, ik in één keer, ik weet niet, er viel een last van mijn schouder. Ik kon erover praten, maar ik mocht erover praten. En dat maakt me heel erg trots, ja. Trots? Is dat iets wat jij altijd hebt gevoeld? Nee. Nee, zeker niet. Trots? Nee, eerder schaamte. Ik vind het sowieso moeilijk zijn op, ja, god, ik ben zo geboren, dus het is niet een prestatie die ik heb geleverd. Je bent trots als je bent afgestudeerd, cum laude of whatever. Daar ben je trots op. Ik ben geboren hoe ik ben. Ja, moet ik daar trots op zijn? Nee, maar laat ik het anders zeggen, ben je vandaag de dag trots op wie je bent? Zeker, ja. Omdat ik voor mijn gevoel van ver kom. En het was een hobbelige weg voor mezelf. Die ik wel vrij voor mezelf heb gecreëerd, achteraf gezien. Maar goed, ja, het was een hobbelige weg. Dus en dat ik uiteindelijk nu de persoon ben die, ja, daar ben ik wel trots op, ja. Maar ik denk dat het uiteindelijk ook iets universeels is. Uiteindelijk denk ik dat in de verhalen, of het nou gaat over de community en dat zingen, en natuurlijk heb ik het echt op sommige dingen, wat je zegt, het was een hobbelige weg en sta je niet misschien helemaal gelijk met andere mensen, maar ik geloof uiteindelijk dat het verhaal van jezelf accepteren en onzekerheden iets heel universeels is. Iets wat iedereen in zichzelf meedraagt. En of je nou een cismeisje bent van 16 die naar de middelbare school gaat, weet je? Ja. Ik zeg niet dat ze het moeilijker of makkelijker heeft, want daar gaat het ook niet altijd om. Maar ik geloof dat het uiteindelijk een heel menselijk iets is. Tuurlijk, goed. Weet je, het is ook wel gewoon lekker als je gewoon op je 45 kan denken van, fuck you all. Als ik hand in hand wil lopen met mijn geliefde, en dan doe ik dat ongeacht, ja, dat is wel echt pijnlijk, wat de mensen gaan zeggen. Ik vind dat dus lastig. Ja. Dat hand in hand lopen is iets wat je nu niet zo snel doet. Tonen, sowieso. Ook in Amsterdam bijvoorbeeld. Ja. Gewoon, ja? Ja, juist in Amsterdam. Ik doe het liever in Rijsberg, waar ik vandaan kom. Ik denk dat het daar veel meer geaccepteerd is dan in de grote stad. Wat heftig. Dus die kleine dorpen, die kunnen wel wat hebben. Die zijn veel meer met elkaar. En die zijn veel meer, oh, die van de die. Daar passen wij een beetje op. In de grote stad ben je overgeleverd aan honderden verschillende culturen en ideeën. En ik vind dat jammer. Ik had gehoopt
dat op een zeker punt wel zou verdwijnen. En misschien komt dat wel. Maar als ik dan zie, maar mijn vriend Nick, die is 10 jaar jonger. Die staat er al veel anders in. Makkelijker of makkelijker niet per se? Ja, dus ik hoop dat er ook weer een generatie na hem, zo de twintigers... Mm-hmm. Dat allemaal gewoon wat makkelijker gaat. Ja, dat hoop ik echt. Maar daarom praten we er denk ik ook over, toch? Daarom doen we ons verhaal. Daarom doen we wat we doen om die generaties die na ons komen... een iets makkelijker pad te kunnen laten bewandelen. Ja. Oké, Robert, voor jou. Wie vind jij een inspiratie uit de queer community? Nou, ik denk Loisa wel echt. Oh. Ja. Ik vind het wel heel bijzonder, omdat ik jouw journey vanaf een aantal jaar volg, vind ik het heel bijzonder dat ik ook soms denk dat jij nog niet helemaal beseft wat je impact is geweest in jouw hele verhaal en wat je hebt gedaan. Nee, maar het is ook goed om dat nu toch gewoon te horen. Ik vind het echt heel lief. Ja, maar ik vraag me af of je dat dan soms zelf wel beseft. Echt zo lief. Al zo'n aantal jaar geleden om op tv zo'n statement te maken in zo'n programma. Je ziet natuurlijk nu ook laatst weer dat... Een statement in welk programma? Sorry. In Holland's Next. Dat vertelde van... En als ik dan laatst weer zie bijvoorbeeld met een Ricky met Miss Nederland... denk ik, ja, dat is echt heel heftig wat voor reacties daarop komen. En dat zal jij ook hebben ervaren in die tijd. En dat je altijd gewoon... Ook jij heb je mindere momenten gehad, maar altijd wel rugrecht en altijd wel bent doorgegaan. Dat vind ik heel inspirerend. Ja. Lief van jou ook. Ja. Echt heel lief. Het is ook... Dat je dit zegt over Ricky bijvoorbeeld. Mijn moeder belde me op. En... Je zou zeggen, na 9 jaar had ik weer te werken met je toe en een beetje... Dat je niet de reacties gaat lezen. Maar ze heeft het dus toch gedaan nadat van Ricky heeft ze de reacties gelezen onder Ricky's post. En heeft ze me dus half huilend opgebeld. Dat ze dus zo boos was over de reacties. Zeg maar, weet je wat ik nou nog het ergst vind, Lois? Is dat wij dit 9 jaar geleden hebben gedaan. En toen was ik zo balen, maar we hebben al tegen elkaar gezegd, hè? Er komt een dag en dan zal dit misschien minder zijn. Zegt en ik zie 9 jaar later, zie ik eigenlijk gewoon precies hetzelfde gebeuren. Misschien nog wel erger. Ja. En toen ze dat zei, toen dacht ik in één keer, wow. Zo had ik hem nog niet eens gezien. Dat is echt heftig. Lois. Oh. Oh, ik zie weer die valse vruchtogen van je. Oh, hè? Kom maar door. Hoe belangrijk is seks? Oh ja, ik vind seks heel belangrijk. Ja, ik... Ik heb nooit gedacht dat ik het belangrijk zou vinden. Natuurlijk door het hele pad wat ik afgelopen heb. En dat was natuurlijk altijd een soort van iets in een verre toekomst. En op het moment dat het daar was, was het natuurlijk heel spannend. En dat ik dacht van, oei, hoe ga ik dit allemaal doen? En hoe werkt dit? En uiteindelijk kom ik er dus achter dat het dan goed gaat. En dat het iets is wat fijn is. En... vooral in een relatie, wat heel erg fijn is. En ja, ben ik er nu echt wel achter gekomen dat ik het heel belangrijk vind. En nu dan? Ik bedoel, soms dingen vraag je dan. En dan nu is het altijd heel fijn in zo'n gesprek dat ik altijd dan toch voel, kan net wat meer vragen. Maar hoe actief ben jij nu dan bijvoorbeeld in je relatie? Waarom lach je daar zo bij? Nee. Nou ja, ik denk dat ik een hele gezonde seksuele relatie heb met mijn partner, ja. Maar je wil ik ook zo grappig vinden. Nou, ik wil ook echt als goede relieken. Nou ja, dat er altijd aan transgenders aan het seksleven wordt gevraagd. En ik vind dat eigenlijk iets heel stoms. En iets wat me ook een beetje irriteert. Niet zozeer, maar het is altijd is er zo'n... gaat altijd zo van als seks. Er hangt iets omheen wat mensen graag willen weten. Ja. Van, hoe werkt dat? Hoe ziet dat uit? Dat je denkt... Het is gewoon een vrouw, een jonge vrouw met gewoon een seksdrive, zoals iedereen. Waarom moeten wij het hier over hebben? Ik word er een beetje ongemakkelijk van. En ik denk van, waarom stel je die vragen niet aan mij? En waarom stellen wij hem niet aan jou? Waarom nou per se aan haar? Ja, misschien komt hij nog bij jou. Maar ik denk meer. Nee, maar los daarvan. Ik bedoel, maar het is niet alleen hier. Maar ik merk gewoon dat het altijd toch gaat om die seksvragen bij transgenders. En dat is toch iets wat mij...
iets irriteert. Iets irriteert me aan. Ja. Ervaar je dat zo? Nou, het is wel, ik ben op een gegeven moment wel achtergekomen op het moment dat je zegt dat je transgender bent, lijkt je wel een soort van biologieles. Weet je, dan mogen, op het moment dat je aangeeft ik ben transgender, denken mensen gelijk dat je alles mag vragen. En dan, hoe werkt het dan? En kun je dit en kun je dat? En dat was vanaf heel jong af aan. Verdomme gereed aan. Maar heb je dat zelf dan bijvoorbeeld in de, ik bedoel misschien dat dat ook is omdat dan, kijk, bijvoorbeeld als ik nu naar Lois vraag, hoe vaak heb jij seks? Is het gewoon in de zin van, hoe is je seksdrive? Maar, zeker, als ik, maar dat was niet de vraag die werd gesteld. Nee, maar daarna, toen ik zei van hoe vaak doe je het dan nu? Ja. En als ik dat bijvoorbeeld aan jou zou vragen, hoe ervaar jij dat dan als mensen dat nu aan jou vragen? Nou, heel eerlijk, dat, weet je, dat vind ik dan zo'n persoonlijke vraag. Dat, ja, dat ga je er helemaal geen reet aan, hoe vaak ik het doe met mijn vriend. Maar waarom zou het überhaupt willen weten? Ik bedoel, seks in general, gewoon het yeah. onderwerp seks, vind ik het heel anders. Maar zo gericht vragen van hoe vaak doe jij het per week? Ja. Ja, ik, persoonlijk. Ja, ik kan, ja, maar ja, waarom zou ik überhaupt willen weten? Ja, en ik vind het gewoon een hele persoonlijke vraag. Ik denk van ja, gaat je gewoon echt gereed aan? Nee. Maar ik merk gewoon vaak toch als, bij transgenders dat het vaak een beetje dat ja, soort stereotype-achtige vragen zijn. Dat ik denk van, nee. Ja, ik word dan gewoon een beetje, dat voelt dan gewoon op een beetje sensatiegericht. Dan dat het echt om een persoonlijke vraag gaat. En dat sensatie, dan denk ik, nee, dat moeten we ook een beetje, zeker in onze community, ook gewoon een beetje vanaf. Mm-hmm. Net als in dat hokje stoppen. Je wil niet in dat transgender hokje zitten. En het is natuurlijk fijn om even ergens in een hokje te zitten, want dat is fijn, dat is veilig. Daar herken je heel veel mensen in. Kun je verhaal erin vertellen? Ja, en dan is het in die end is het ook weer fijn om uit het hokje te stappen. En denken van, nou, I did my thing, did my share. En nu, weet je, nu weg uit dat hokje. Nee, maar ik denk dat het heel goed is en mooi is wat je daar zegt. Goed statement. Je hebt absoluut gelijk. Ja. I love it. Nou, het is niet om te pleasen, maar ik vind het... Nee, dat heb ik ook helemaal niet het idee dat je dat doet, maar ik vind het wel cool. Je zegt wel zoals het is. Ik ben... Jij bent... Patrick. God, ja, dat is een vraag van mij. Ja. Zag ik even niet aankomen. Wie is de belangrijkste persoon in jouw leven? En ben jij zelf voor iemand de belangrijkste persoon in het leven? Oh. Mooie vraag. Oh jeetje, nou ik kan geen één persoon noemen. Ik heb meerdere personen in mijn leven die heel belangrijk voor me zijn. En dat zijn om te beginnen mijn ouders. Ik bedoel, daar begint het allemaal mee. Voor mij, fijne jeugd gehad. Goede basis. Een hele goede band met Gerdy Martens, mijn moeder. En Jan, papa, oud, versleten, maar ontzettend lief. En ik hou heel veel van ze. Dus mijn broer, heel belangrijk. Ja, jezus, ja, ik hou zielsveel... Oh, hou op, wat een kutvraag. Nee, mijn broer is heel belangrijk geweest. In mijn hele acceptatie, ook voor mezelf, maar mijn coming out. Is hij er ontzettend geweest, terwijl ik eigenlijk ontzettend bang was voor hem. Dat hij een vrij ontzettende hetero man is. Je zit me werkelijk in de bouw. En ik dacht van, nou ja, dat... Ja, die kan er helemaal niet meer omgaan. En dat was echt een zo ander reactie dan ik eigenlijk had verwacht. En die heeft mij eigenlijk zo gesteund in dit hele proces. Ja, hij is echt de liefste persoon die ik ken op aarde. Dat is mijn broer. Daar zit geen kwaad in. Ja, dat is... Ja, ik gun iedereen gewoon een broer zoals mijn broer. Ja. En je ouders, wat je net zegt, zijn oud, versleten. Ben je daar nu angstig voor? Het feit dat zij ouder worden? Ja, je wil ze gewoon zo lang mogelijk dicht bij je houden. En in goede gezondheid. Ik vind het ook moeilijk om te accepteren soms dat ze ouder zijn. Ouder worden, zo veel kunnen. Papa kan eigenlijk niet zo heel veel meer. Ja, nu zit hij opeens in een ontzettende lekkere piek. Dus daar genieten we dan ook ontzettend van. Maar... Ja, dat is gewoon op. Alles waar hij zoveel liefde uithaalt en het plezier, ja, dat is hem eigenlijk al een beetje afgenomen. Dus ik heb een beetje het gevoel dat hij het een beetje zit uit te zitten. Ook een beetje gewoon voor ons, weet je. Dat hoort erg dit. Dat is toch heel logisch? Het gaat veel te snel eigenlijk. En ik hoop gewoon dat hij, voor hem, dat dat gewoon eigenlijk zo snel klaar is. Of klaar is... Dat de leidersweg niet te lang wordt. Ja. Ja. Ja.
Ja, je tikt nu wel even iets aan wat ik eigenlijk best wel heel ingewikkeld vind. Ja. Snap je. Ja. Dat hoort natuurlijk ook gewoon bij het leven. Het is... Nou ja, wat je zegt, het zijn een hele belangrijke mensen voor je. Ja. Dus dan is het, en als je dat ziet veranderen en dat achteruit ziet gaan, dan is het denk ik heel normaal en heel logisch dat dat voor jou en voor je broer heel verdrietig is. Ja. Loisa. Ja, Robert. Heb je wel eens te maken gehad met geweld? Ja. Ja? Ja. Ja, vroeger. Wel fysiek. Ik heb vroeger te maken gehad met geweld, ja. Fysiek ook. Maar natuurlijk ook het discrimineren en schelden is natuurlijk ook een bepaalde manier van geweld. Dus ja, absoluut. En dat geweld fysiek was toen je jonger was? Ja, fysiek was wel echt toen ik jonger was. Maar dan ben je 16 of dan? Nee, 9. 8, 9, 10, weet je leeftijd? Ja. Ja, dat was wel pittig. En was jouw transitie daar ook de aanleiding van? Ja. Ja. Ja, het verhaal was natuurlijk apart in het dorp. En onbekend maakt onbemind. En ik heb dat met de harde hand ervaren, ja. Ja. Ja, het is... Ik word er altijd een beetje stil van dit soort... Ja, ik heb dat ook. Het is... Nee, maar ik vind dat echt heel erg. Ja, het is ook niet oké. Okay. Weet je, ik kan hier echt gaan zitten. Ja, het heeft me sterker gemaakt. Want dat heeft het me uiteindelijk ook allemaal. Maar het is in de basis gewoon niet oké. Okay. Het is gewoon echt... Als je 9 bent, heb je daar op dat moment gewoon geen boodschap aan? Nee, maar ik heb er eerlijk nu ik 28 ben ook geen boodschap aan. Als nu iemand in één keer op straat denkt, nou die gaan we eens even aftuigen, heb ik er ook geen boodschap aan. Ik zag laatst in één keer, was mijn oude telefoon, vond ik terug, toen was ik aan het leeghalen. Dus ik was mijn dingen, volgens mij was het nog zo'n flip telefoontje, zo'n knalroze. Toen vond ik nog foto's. Eén keer was ik in elkaar geslagen met een stok. Had ik echt van die streamen zo... Mijn gezicht. Ik heb één keer ook nog een baksteen op mijn kin gekregen. Had iemand gegooid. Ja, zo vond ik dus die foto's terug. En het gekke is, het is niet oké, maar het doet me op dat moment weinig of zo als ik dat terugzie. Ik weet niet waarom. Heb je dat uitgezet? Nou, misschien. Soms, ja. Als een soort zelfbescherming? Ja, misschien wel. Ja, voelt het ook als iemand anders als je naar die foto's kijkt? Nee, niet als iemand anders, maar wel echt een andere fase of zo. Ik weet nu waar ik sta, waar ik voor sta. Ik sta in mijn eigen kracht en dan... Ja, zie ik het wel als de jongere. Ja, misschien wel. Misschien is het wel... voelt het meer als mijn jongere zusje of zo. Maar ik ben echt heel erg oké. Ik ben echt heel erg oké. Ik denk dat jij de laatste... Had ik de honor? Oh, nou, iets leuks. Ik moet lekker even zitten janken hier. Nou, daar ga je weer. Nee, het valt wel mee, denk ik. Een beetje. Patrick. Ja? Wat zou jij jongeren mee willen geven die met zichzelf in de knoop zitten? Ja, ik denk toch wel als je toch een beetje aan het struggelen bent met wie je bent. Of dat je toch een beetje in een zoektocht zit dat je het allemaal niet zo goed weet. Ja, neem gewoon iemand in vertrouwen. En ben dan ook gewoon een beetje lief voor jezelf. Ik was zo hard voor mezelf. En dat, weet je... Wees gewoon een beetje lief voor jezelf. En je mag er zijn en je bent fantastisch. En wie je dan ook bent. Of je nou hetero, homo, trans of whatever. Ja. Het mag er allemaal zijn. It's all good. Ben gewoon lief voor jezelf. Neem wat mensen in vertrouwen die gewoon dichtbij je staan. En... ja, en het komt allemaal wel goed. Heb jij daar ook iets waar je van denkt... dat wil ik jongeren die struggelen meegeven? Ja, kijk, we hebben natuurlijk hele... nu ook mooie gesprekken met elkaar en zwaar. En dan klinkt het misschien ook wel soms heel zwaar.
Het is niet makkelijk, maar ik wil uiteindelijk wel meegeven. Ik zeg ook altijd, als ik nu opnieuw geboren zou kunnen worden, dan zou ik het allemaal weer doen. Ik neem het allemaal voor lief. En het enige wat ik daaraan wil meegeven is, zoek een support system. Mensen die van je houden, neem mensen in vertrouwen. Probeer positiviteit aan te trekken. En dan, als jongere lijkt dit het moment waar je in leeft, alles omvattend te zijn. Maar uiteindelijk heb je zo'n weg. En is dat één stukje, dus je komt er echt wel. Echt. En gay zijn is zo leuk. Ja, echt? Oh, had ik dat maar eerder geweten. Want het is echt, het is zo gezellig, het is zo fijn, het is zo kleurrijk. En het is, ah, ik gun het iedereen. Daar proosten we op. Daar proosten we op. Lekker zijn die. Kleurrijk. Ja. Dankjewel. Ja, jongens, dat wil ik echt even zeggen. Dit gesprek aan zich heeft wel echt indruk op me gemaakt. Ik wil jullie daar ook heel erg voor bedanken allebei. Dat jullie zo open, eerlijk, een kijkje wilde geven in jullie levens. En dat jullie daar met me over wilden praten. Dus dank daarvoor. Graag gedaan. Ja. Insgelijks. Vertrouwen in je. Ja. Cheers. Oh, no. Maar ik nou weer in mijn land. La dolce vita, hadden ze gezegd. Ik zou gaan genieten. Nou, mijn hol. Hallo, hallo. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Oh, je lacht nog. Zeker. Ik zie jullie en ik word gelijk intense vrolijkheid komt los. Ja. Ja. Wat was je nacht? Ja, bewogen. Heb je veel bewogen? Ook dat, zeker. Niet jouw ding. Nou, ik denk dat het gewoon even wennen is. Heb je goed geslapen? Ja, ik heb uiteindelijk wel een aantal uur geslapen. Maar die haan om 5 uur? Ja, die was gezellig, hè? Die gaan wij opeten, neem ik aan op het ontbijt. Ja, die ligt nu op de grill. Jezus. Hoe hebben jullie geslapen? Heel goed geslapen, schat. Ja? Ja. Ik heb echt wel lekker geslapen. Ja, ik ook. Ik had alleen niet verwacht dat het zo koud zou worden. Nee. En kijk eens om je heen, jongens, waar we zitten. Op de camper in Italië. Een camping in Italië. Wie had dat gedacht? Nou. Jij in ieder geval niet. Nee, maar jullie volgens mij ook niet. En wat ga je de komende periode allemaal doen? Wat staat er voor jou nu allemaal op de planning? Nou, er staan eigenlijk best wel veel dingen op de planning. Maar ja, ik denk het grootste en waar ik nu het meest druk mee ben, is toch mijn theatershow die eraan zit te komen. Ja, heel spannend moet ik zeggen. Nou, we komen kijken hoor. Nou ja. Zullen we dat doen? Ja, jullie? Ja, graag. Ja, dat ga ik regelen. Dat zou ik heel leuk vinden. Dat vind ik heel leuk. En jij? Nog leuke dingen upcoming? Ik ben eigenlijk net klaar. Ik heb net mijn laatste draaidag gehad voor Dates Maken. Ook het nieuwe datingprogramma. Heb je met Georgina gedaan? Ja. Beste vriendinnetje. Nou, dat was een feestje om te doen. Wat voor programma wordt dat? Ja, het is echt een datingkookprogramma. Dus er zijn 4 potentiële singles die aan elkaar gekoppeld worden. En die gaan voor elkaar koken. En dan zie je eerst het hele kokenproces, wat natuurlijk hilarisch is. Want niet iedereen kan zo goed koken. Maar mooi. Je zou zo mee kunnen doen, schat. Ja? Is gewoon leuk. Komt er een tweede seizoen? Nou, ik hoop het. Dan bel me. Dan bel je. Nee, daarna gaan ze op date. En het was echt ontzettend leuk om te doen. Fijn, jongens. Ja. Voor jullie straks tijd om terug te gaan naar Nederland. Ga ik terug naar... Naar de casa. Naar de casa. Ja. Ik had gevraagd, maar ik had proberen bij te boeken, maar het zit helemaal vol de rest van de periode. Dus ja, daar baal ik wel van. Ja. Nee joh, maar wij vermaken ons hier wel in de tent. Hè? Ja, nou ja, we gaan zo terug. Ja, dat is waar. Maar ik wil jullie echt, echt enorm bedanken voor de afgelopen dagen. Want ik vond het echt heel gezellig. Eens gelijks. Absoluut, die deel ik. Dankjewel, lieverd. Dankjewel. Knip nog even. Niet voorzichtig. Ja, komt goed. Nou ja, is dit voorzichtig. Get out of my hands. Hè? Succes, yeah. Eet nog even lekker. Ja. Veel plezier met de volgende. Dat dus de groetjes. Is een beetje snel. Yes. Oké, jongens. Doei, doei. Ciao, ciao. Ciao. Kom hier, jongen. Nou, is het nog wel een tijdje aan opgeschreven. Ja, in het vliegtuig. Maar gewoon lekker B&B kijken. Ja, heerlijk. Vond het enig met je. Ja, ik vond het ook gezellig. Ik heb van je genoten. Gaat-ie na? Oh.
Ik wil graag ook wel aardig en leuk en lief gevonden worden.